Super leuk kijken naar alweer een nieuwe video. En vandaag ben ik eindelijk weer terug na die lange toetsweek. Ik heb het overleefd en vandaag heb ik daarom een speciale video voor jullie. Misschien horen jullie het al. Oh nee, dat klonk niet zo goed. Maar ik zal even laten zien wat ik heb. Hier naast mij heb ik een doos en daarin zit iets in wat ik vandaag ga openmaken. Dus ik maak hem open en dan kom ik zo weer terug. Nou, ik heb het pakketje open gekregen en zoals jullie zien staat hier twee tins voor mij. En dat is een Marshadow tin en we hebben ook nog eens een Necrozoma. Dus twee tins in één video. Nou, dit wordt eigenlijk een tin battle. Dus zeg maar Necrozoma versus deze Marshadow. Dus ja. Laten we maar beginnen met de twee tins openmaken. Ik heb hier twee tins, dus welke zullen we eerst openmaken? Ik denk dat we gaan voor de Marshadow. Want hij zit er echt klaar voor. Kijk naar hem. Hij is er klaar voor. Nou, let's go. Oh ja, als jullie de achterkant willen lezen. Een beetje tekst over die tins. En die kwam er vorig jaar uit. Dat klinkt echt heel oud, maar het is vorig jaar, begin vorig jaar. Eind vorig jaar bedoel ik. Oké, dus we hebben drie Foil GX. Eén van de drie. Het zal wel goed zijn als je er drie kreeg. Maar vier booster packs en een code. Cool. Dus hier is nog wat andere tekst wat je kan lezen. Maar ja, dat denk ik dus niet. Ik denk dat jullie alleen maar geïnteresseerd zijn in de packs. Als ik hem kan openkrijgen. Ik heb natuurlijk een schaar bij me. Echt een mini schaartje, maar goed. Laten we de tin openmaken. Ik heb echt super veel zin in de tin. En ja, hier is de tin zonder enige plastic eromheen. En ja, dit is een Ho-Oh. Die wou ik eigenlijk het allergraagst openmaken. Maar ja, die kreeg ik dus niet. En ja, maakt niet uit. Oké, hier hebben we de Marshadow GX. Ziet er leuk uit. Het is een promo. Sun en Moon 59. Zijn we al zo ver? Het is 59. En kijken hoe die eruit ziet als ik hem uit de plastic haal. Hij is wel een klein beetje gebogen. Maar dat is op zich niet heel erg. Het is maar een promo. Het is geen secret rare. En dit is voor de eerste keer dat zij de code hierop doen. Want vroeger hadden ze gewoon de code zeg maar in dat ding liggen. Maar ja, dat is waar. Goed, hier hebben we dus de Marshadow GX liggen. En natuurlijk hebben wij boosters. En ik ben wel benieuwd welke. Goed. We hebben een Sun and Moon Burning Shadows. Twee keer. Oeh, een Guardians Rising. Dus dat betekent dat de kans is op een Tapu-Lele. En Evolutions. Dus laten we gewoon beginnen met de Guardians Rising. En ja, nee. Laten we gewoon beginnen met de Evolutions. Sinds die het alleroudst is. Oké. Okay. En we hopen natuurlijk op goede pools. Oké, de code. 1, 2, 3. Oké, dan hebben we een Machop. Nidoran. Ponyta. Drowsy. Electabuzz. Hunter. Energy Retrieval. Een Kakuna. Reverse Magnemite. Oh man, een Dugtrio. Daar hebben we tenminste de slechtste pack eventjes opgeruimd. Goed, daarna hebben we... Nee, laten we eerst eventjes een Burning Shadows doen. De packs gaan trouwens echt heel moeilijk open. Ze zijn echt super stevig ofzo. Maar dat is meestal zo als ze in de tin zitten. Oké. Code 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oké, dan hebben we een Mudbray, Ladyba, Hoothoot, Alolan Vulpix. Oh ja. En laat trouwens in de comments weten wat jouw favoriet is. Een Marshadow of een Necrozoma. Goed, een Ralts, Energy, om precies te zijn een Lightning. Een Mount Lanikila, nooit van gehoord. Een Wiki, Escape Rope, Reverse Holo is een Turtonator, dat is een Rare. En een Electros non-holo rare. Dus helemaal niks bijzonders. Goed, onze volgende booster pack wordt een Guardians Rising.
En ik denk dat jullie allemaal wel weten waar ik naar op zoek ben. Dat is naar die mooie tapu lele. Mag alle soorten tapu lele's zijn. Een full art, een maakt niet uit wat. Als het maar een tapu lele is, toch? Oké, dan hebben we een Gumi, Wimpoth, Nosepass, Wishiwashi, Slowpoke, Energy, Hakomo-O, Feelblower, Gotharita, Reverse Hollow is een Rayquaza. Zoveel A's, wacht. Gotharita, Feelblower, Hakomo-O. Oh nee, was. Het was er maar één. Oké. Rayquaza, Reverse Rare en een Mimikyu Hollow Rare. Dus onze eerste Hollow uit de video. Geen Tapu Lele, maar wel een Hollow Rare. Dus dat vind ik wel prima zo. Natuurlijk de Reverse Hollow Rare bij de Reverse Hollow Rares. Oké. De laatste pack is een Burning Shadows. En de enige kaart die ik nog zoek uit Burning Shadows is een Charizard GX. Die heb ik namelijk nog niet. Oké. Dan hebben we de code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Goed. Burning Shadows. We hebben een Panpour, Pansage, Esper, Crabrawler, Meowth. Dit is echt een mooie artwork van Meowth. Lijkt alsof die op een eiland zit of zo. Vakantie houden. Ik heb trouwens echt zin in vakantie. Charmeleon, Bouffalant, Olivia. Reverse Hollow is een Oddish. En volgens mij zie ik iets. Oh, het is een Ho-Oh GX. Oké, dus we hebben geen Ho-Oh tint gekregen, maar een Ho-Oh GX. Dus dat betekent dat we van de 4 packs 4 goede pulls hebben. Zonder de promo kaart, want kijk. Oké, ik ga niet de kaarten nog summarizen, zoals je dat zegt. Ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. Maar laten we gewoon beginnen met de Necrozomatin. Want dan kunnen we eventjes gelijk kijken of welke gewonnen heeft. Nou, ik bedenk dat jullie niet meer willen weten wat in een Necrozomatin zit. Want dat is gewoon hetzelfde als de Marshadow. Dus ja, laten we gewoon deze tin openmaken. En gewoon kijken wie er heeft gewonnen. Want ik ben benieuwd. Ik denk dat jullie ook benieuwd zijn welke van de tins de beste pools heeft. Dus het is allemaal hetzelfde. Hier een Necrozoma. Een Marshadow. Pokémon. En Ho-Oh. Dus ja. Hier hebben we de Necrozoma promo. Dat is een Sun and Moon 58. Dus dit is gewoon 59-58. Dus, oh my god. Hij zit trouwens wel heel erg beschadigd in. Hij is alle promo's tegenwoordig, die zitten allemaal echt heel beschadigd erin. Want dat is echt niet fijn, maar ja. Je moet maar geluk hebben dat je dat niet hebt. Oké, dus net zoals bij deze tin hebben wij... Laten we eerst alles opbergen. Anders moet ik zo meteen heel veel opruimen. Maar ja, net zoals bij deze tin hebben wij 2 Burning Shadows. Het Ho-Oh pack. Alweer een Tapu Koko Guardians Rising. En een Evolutions Mega Venusaur. Dus laten we gewoon weer beginnen met een Evolutions. Want dat is de oudste. En dan hebben we die gelijk eventjes opengemaakt. Want eerlijk gezegd zoek ik in Evolutions niet echt heel veel bijzonders. Alleen misschien een Mega Charizard EX Full Art. Dat zou wel leuk zijn. Oké, dan hebben we een Energy Growlithe. Machop, Voltorb, Diglett, Switch, Blastoise, Spirit Link, nog een keer een Spirit Link, een Metapod Reverse, hadden we die net ook niet? Oh nee. En een Rare is een Mewtwo Non-Hollow Rare. Kijk, zo zie je maar. Evolutions is niet echt de ideale set voor Ultra Rares. Goed, dan hebben we nog 3 packs over. Een Burning Shadows, Burning Shadows, Guardians Rising. Dus laten we een keertje een Burning Shadows openmaken. Met Marshadow erop, dus dat is wel leuk. Goed, dan hebben we de code. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Goed, dan hebben we een Pampoer. Alolan Rattata. Mudbray. Magikarp. Pansier. Energy. Tormenting Spray. Charmeleon. Oh, dit heb ik nog nooit gezien. Dusclops. Een Simisage Reverse. Dat is een uncommon. En onze rare is een Alolan Ninetales Non-Hollow Rare. Oké. Okay. Dus Necrozma lijkt te verliezen. Nou, laten we een Guardians Rising doen. Goed, dan hebben we de code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dan hebben we een Mudbray. Salandit. Stuffle. Slowpoke. Wishy-washy. Sorry, hij focuste niet. Energy. Rescue Stretcher. Alolan Graveler. Max Potion. Carvana Reverse. En een Garbodor Non-Hollow Rare. Dus tot nu toe 3 keer Non-Hollow Rares. Dus in deze pack moet de Charizard Hyper Rare GX Full Art en dat soort dingetjes erin zitten. Dus denken jullie dat het zo is? Want ik zie wel dat de Ho-Oh echt een hele mooie pack art heeft. Niet om te slijmen ofzo. Maar goed, laatste pack. Necrozma, dit is de laatste kans om te bewijzen dat jij beter bent dan de anderen. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Voor de beste pool van dit jaar. Oké, okay, we hebben een Cutiefly, Horsea, Venipede, Sneasel, Crabrawler, Energy, Seviper, Rotom Dex Pokéfinder Mode, Escape Rope, Reverse Holo Riolu. De beste pool voor dit jaar is een Alolan Raticate. Dat is een verrassing. Oké, okay. Nou, ik denk dat jullie allemaal wel weten wie er gewonnen heeft. Zo niet, dan kan ik dat wel heel eventjes laten weten. Want ik denk dat de Marshadow gewonnen heeft. Goed, dus ik heb voor de eerste samenvatting een Marshadow GX voor de Marshadow natuurlijk. Een Hollow Rare Mimikyu. Reverse Rare Rayquaza. Reverse Rare Turtonator. En een Ho-Oh GX, onze enige Ultra Rare in deze video. En voor de Necrozma hebben we natuurlijk alleen de mooie Necrozma kaart. Dus ja, dat was het eigenlijk. Dus hopelijk vonden jullie de video leuk. En ik denk dat jullie allemaal wel weten wie die heeft gewonnen. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye bye.